Vanaf 1 mei is Nijmegen voor de tweede keer op rij Summer Capital. Tijdens het eerste jaar sloten meer dan 70 organisaties zich bij het initiatief aan. Rosalie Thomas is woordvoerder van Nijmegen Summer Capital. Morgen beginnen wij met de start van het zomerseizoen. Dat officieel loopt onze campagne vanaf 1 mei, maar 29 april. Dan gaan wij de zomer ludiek aftrappen. Daar hebben we een mooi feest voor georganiseerd samen met onze vrijwilligers. Dat is in de Beachfabriek, dus je kunt dan morgen al lekker met je voetjes in het zand genieten en lekker komen feesten. Een mooie line-up geregeld met leuke DJ's. Dus dat wordt een lekker zomerse sfeer en vanaf dan gaan we gewoon helemaal los. Doelstelling van dit jaar voor Stichting Zomerhoofdstad, die de Summer Capital of Holland campagne voert om meer jonge toeristen naar Nijmegen te trekken. En je merkt dat er heel veel steun is in Nijmegen voor onze campagne. Er zijn natuurlijk heel veel ondernemers, culturele instellingen, festivals die net als wij belangrijk vinden dat er jonge mensen in Nijmegen zijn, omdat het voor hun commercieel vaak belangrijk is. Maar er wordt in Nijmegen gewoon ook heel veel geproduceerd, ook door jonge mensen, voor jonge mensen. Onze campagne produceren we ook zoveel mogelijk met Nijmegenaren zelf. Nijmegen barst van het jong talent. Dus waar we jong talent kunnen inzetten om mooie filmpjes te produceren, om op social media het beter te doen. Daar zullen we ook echt wel gebruik van maken van dat talent. Ja, vorig jaar zijn we begonnen met deze campagne. Was het voor het eerst dat we deze titel gebruikten in onze city marketing. Dat was heel erg een jaar van naamsbekendheid genereren, vooral onder de Nijmegenaren zelf. Dit jaar zullen we echt meer gaan doen om dat bereik te vergroten. We willen natuurlijk die toeristen van buiten Nijmegen bereiken en niet per se alleen de Nijmegenaren. Dus we zullen vooral heel veel gaan doen met social media en in de hoop dat dat echt opgepikt wordt door kranten en internationale tv-stations, noem maar op.